Prinses Trace in de leer geweest. En daar hebben we altijd zo'n lol gehad. Hè? Want Trace die zei altijd, je moet altijd lachen op het veld. Dat is beter dan chagrijnig eronder. Hè? Hè, Trace? Ja, toch? Ja, dat heb ik van Trace geleerd. Hè? En het was al heel jong dat ik wist dat ik kapper werd. Hè? Dat kwam toen ik geboren werd, heb ik zelfs mijn moeder geknipt. Ja, zo jong al. Maar eigenlijk, serieus, eigenlijk wilde ik helemaal geen kapster worden. Ik wilde zo graag zangeres worden. Dus ik heb ook auditie gedaan. En die mensen die zeiden tegen mij, zing maar een nummer. Ik zei, ja, wat moet ik dan zingen? Ze zei, nou, doe maar je favoriete nummer. Ik heb er eventjes over nagedacht. Ik heb het heel serieus genomen. Ik heb diep adem gehaald. Ik heb me ontspannen. En toen heb ik mijn favoriete nummer gezongen. 53. Ben het niet geworden. Blijkbaar het verkeerde nummer. En toen ben ik toch maar naar de kapperschool gegaan. En ik was hartstikke favoriet. Ik had heel snel al een vriend, Tom. Hele leuke vriend, Tom. Tom Deuze. Ja. En ik kreeg ook al een vriendin, heel snel, dat was Roos. Maar Roos, dat was niet zo slim, hè. Roos, die wist helemaal niet hoe je krul spelt. Nee, Roos, die was zo dom. Met EQ stond ik met head and shoulders boven haar uit, hè. Ja. Roos, die was zo dom, hè. Die nam elke dag een zak met zaagsel mee naar school. Dat was haar externe geheugen. En dan nam ze ook nog een gordijntje mee. De eerste week deed ze dat, nam ze een gordijntje mee. Dat gooide ze over de computer. Want dan kon ze de windows openen. Ja. En toen gooide ze er ook nog een emmer water overheen, want dan kon ze surfen op het net. Nee, met Roos is het niks geworden. En moet ik even naar een ander briefje. Toen bij, van juffrouw Trace, daar heb ik veel meer van geleerd. Van, ik heb heel veel van haar opgestoken. En toen ik mijn opleiding goed had gedaan, zijn we een eigen zaak begonnen. Mijn man Ton, Ton Deuze en ik. Maar om een eigen zaak te beginnen, moest ik medisch gekeurd worden. Hè? Dus ik ben naar de dokter geweest. Ik moest helemaal bloot. En die dokter die zei tegen mij, oh Barbara, wat heb jij een mooie tatoeage van een schelp aan de binnenkant van je dij. Ik zei, ja dokter. En als u uw oor daar ter ruste legt, dan kunt u de zee ruiken. En toen zei hij er nog meer. Ik zei, ja, een beetje buikpijn. Hij zei, is het acuut? Ik zei, nee, een beetje hoger. En hij zei, verder nog iets? Ik zeg, ja dokter, ik ben wel wat moe. Hij zegt, maar hoe is het dan, Barbara, met de seks? Ik zeg, oh dokter, met de seks is het zo goed. Ik zei, ik heb seks maandags, morgens meestal om 1:10. Dinsdags, meestal middags, ja, 1:03. Woensdags heb ik altijd seks, precies 's avonds om 11:30. Donderdags na sluitingstijd. Vrijdags nadat ik naar de markt ben geweest. Zaterdags heb ik seks als ik uit heb geslapen. En zondags heb ik seks een beetje na de zondagmiddag matinee. Nou, zei die dokter, dan zou ik eens beginnen om de woensdagavond te skippen. Ik zeg, ja, maar dokter, dat kan niet. Dat kan echt niet. Dat is de enigste avond dat ik thuis ben. En toen zei de dokter, ja, voordat jullie een eigen zaak willen beginnen,
wil ik ook graag dat jouw man nog zijn zaad inlevert, want dat wil ik wel even onderzoeken. Ik zei, ja, maar dokter, hoe doen we dat dan? Nou, zei hij, ik geef je een potje mee en dan moet jouw man morgen vroeg om 6:00 precies in ejaculeren. Ik zei, wat moet die dokter? Ejaculeren. Nou, ik met dat potje naar huis, hè. Ik heb het mijn man precies uitgelegd en we zijn naar bed gegaan en we hebben de wekker gezet op 5:45. En zenuwachtig dat wij waren met z'n tweeën, hè? Zenuwachtig. Hè? 5:45 liep die wekker af. En beste mensen, ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb het met mijn rechterhand geprobeerd. Wel 3 minuten. Toen heb ik het met mijn linkerhand geprobeerd en het lukte niet. En nog eens met mijn rechterhand, hè. Maar ik kreeg dat dekseltje niet van het potje, hè. Och, jongen, jongen. En toen moest mijn man die moest nog jaculeren, hè. En we waren toch zo zenuwachtig, hè. En ik zat daar met het potje en hij moest jaculeren. En ja hoor, alles ernaast. Alles op het matras. Nou ja, alles. De helft zat in mijn haar. Een mooi spermanentje. Maar ik zeg tegen Tom Deuzen, dat jakkeren, dat is niks voor ons. Ik zeg, dat doen we niet nog een keer. We rollen het hele matras op en we gaan ermee naar de dokter. Wij naar de dokter, komen daar bij de zuster. Ik zeg, zuster, zo en zo, ik heb het verteld hoe het gegaan is, zegt die zuster. Ach ja, ik ben wel wat gewend, zegt ze. Ga daar maar zitten. Ik zeg, waar moeten we gaan zitten, zegt ze. Dan daar, met die meneer die zijn schrootjesplafond heeft meegenomen. Nou, en toen zijn we onze eigen zaak begonnen. Hè? We hebben eerst een aantal scharen geprobeerd. Maar de S-scharen waren toch veruit het beste, hoor. Ja. Maar wat een rare klanten je in de winkel krijgt, hè? Of in de kapsalon. Ja, er kwam een kooiboy in de zaak. Ik heb hem netjes geknipt. Hij heeft netjes betaald. Hij wil gaan. En wat denk je? De pony weg. Komt er zo'n hagenees. Zo'n bekakt figuur. Die gaat daar breed uit zitten. Zegt hij, mag ik even de prijslijst? Hij bestudeert de hele prijs. Hij zegt, ik wil het goedkoopste. Het onderste van de lijst. Is dat zakkammer voor €2. Ik werd zo kwaad, hè. Ik zeg, scheer je weg. Zakken wassen. En weet je wie ik ook wel zo heel graag eens in de zaak zou willen hebben? Jan van der Hoogen. Oh, wat zou ik die toch eens graag met de haren erbij slepen, hè. Want die er toch bij loopt, hè. Maar goed, in plaats van Jan kwamen er wel 2 hele mooie jongens in de zaak. Ik denk, nou, denk ik, dat wordt niet alleen knippen. Ik zeg, jongens, hebben jullie zin om bij mij thuis te komen lunchen? Heb ik ze eerst een zakje kappertjes aangereikt, maar ze hadden toch liever een frietje kapsalon. Maar al heel snel kwam ik met die 2 mooie jongens in bed, hè. Oh, en het was geweldig, hè. Net op het moment supreme, we hadden een prachtig standje. Standje 2 onder 1 kappen. Komt mijn man binnen, hè. Oh, en die jongens die renden heel hard die slaapkamer uit. Ik denk dat er eentje nog voetballer is geweest, want die maakte zo'n mooie schaarbeweging ook nog, hè. Maar mijn man die was zo kwaad, hè. Die springt uit Nijt op zijn fiets en die gaat naar de hoertjes, hè. Komt hij bij een hoertje, zegt hij, wat kost het hier? Nou, zegt dat hoertje, €80. Nou, dat vindt mijn man veel te duur, hè. Maar dat hoertje zegt, 5 straten verder, woont nog een hoertje. En die doet het voor €30. En dan krijg je ook nog een drankje naar keuze erbij. Nou, dat lijkt mijn man wel wat. Dus hij springt weer op de fiets. Roept er nog zo'n huurtje. Hoertje, meneer, zal ik u trekken? Zegt hij, nee, dat hoeft toch niet. Ik heb de wind mee, zegt hij. Komt hij bij dat hoertje, zegt hij, wat kost het hier? Zegt het hoertje, €30. En dan krijg je ook nog een drankje naar keuze. Maar, zegt ze, ik moet wel wat opbiechten. Ik heb geen clitoris. Maar zegt die man, is niet erg. Ik drink toch altijd Jägermeister. Maar goed, inmiddels was het niet zo goed met mijn man. Die was echt boos geworden. Dus ik dacht, ik wil het nog proberen goed te maken. Heb ik hem mee naar de kust genomen. Hele hoge watergolven. Maar het mocht allemaal niet water, hè. Het is echt op een scheiding uitgelopen. Oh, ik dacht toch even echt dat Jan van de Hoogen hier binnen kwam stappen, hè. Die zou ik nou toch zo graag eens knippen, hè. Maar goed, ik vond het allemaal niet meer zo leuk, beste mensen. De lol was er een beetje af. Komt er nog een vrouw,
En die komt binnen en die doet meteen de broek naar beneden. Ik zeg, nou, wat is de bedoeling? Zegt ze, ja, zegt ze, ik heb van mijn zus gehoord dat je een kutkapper bent. Nou, toen had ik er helemaal geen zin meer in, hè. Ik kreeg overal lak aan. En op dat moment, beste mensen, kwam er een vee. En die vee zei, lieve Barbara, je mag 2 wensen doen. Oh, en ik was zo blij, hè. Ik zei, ja, 2 wensen. Ik zei, ik heb 2 wensen. De eerste wens is dat ik toch zangeres mag worden. En de tweede wens van mij is dat ik toch 1 keer Jan van der Hoogen mag knippen. En als het goed is, gaat die wens nu in vervulling. La 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 la. Ik praat hier nog voor de radio. La 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 la. Maar ook niet, brengt je de misère, brengt je de misère. Ach, partiertje, eens je kaart, lang is je kaart. Oh, blaf met je zo te blaffen, die zo te blaffen. La 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 la. Nee, zo geen idee, niet meer. Ja, dat is zo. La 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 la. Wil je me zien, spraak met tante Kaan. En we wou ik me zien, voor de Amerika. La Amerika, la Amerika, la Amerika. Als een lemmer niet overhouden, dan leg ik dicht eens een half uur. La 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 Kan je begrijpen? Ik heb hem tot een echt ja. Ik zal het niet meer schoen leggen. Anders wordt het een drama, een bloederig drama. Ach, wat een biertje. Maak je niet kwaad. Het is een eten, ik had geen spaghetti. Ik ga met een meisje, jullie drinken dat niet. Eerst neem ik vino, en dan wat piano. We gaan naar kino, en we huren een kano. En dan gaan we een piano, dan gaan we een piano. Dan gaan we dan heen met die vino, dan gaan we een roepje. Pidado, 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 pidado. Poes moet je melk, die poes. Figaro, mijn nes, daar is nou mijn nes. Zeg, snap je dat nou, mijn nes? Zeg, waar is mijn nes? Ik raak door die meid, mijn kop niet met. Nou, niemand te duren, niemand te duren, niemand te duren. Het, waar is mijn nes? Nou, de taart. Nee, Figaro, Ik heb hier,
Zo, Barbara. Blijf er maar bij. Ja, Jan blijft er zeker bij. Ja. Ik, toch had ik dit eigenlijk... Gisteren bij de generale heb ik dit wel gemist, moet ik zeggen. Maar dat, dat had ik eigenlijk ook wel even willen zien. Wat een geweldige act hebben jullie neergezet samen. Fantastisch. Ik denk wel dat ik alleen die luie logie niet meer in de ongefilterde... versie nodig heb eigenlijk. Dus even voor mij even filteren. Nee, Carla Schenkels. En Jan van der Hoven. Met een fantastische act. Barbara, een hartelijk applaus. Hartstikke goed. En ik wil voor jullie nog een hele mooie boetemars. En dan volgen jullie nog even langs onze prinses.